Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal, welkom bij deze nieuwe video en welkom in Mike's creatieve wereld. Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video en in deze video heb ik een gare review voor jullie. Dit keer ook weer een gare review van het merk Yarn & Colors. En dit keer is het de Fabulous wat ik ga reviewen. Het is een heerlijk mixgaar is dat. Dus ik ga jullie er alles over vertellen in de video. En uiteraard ga ik ook eventjes een stukje test haken. Dus laten we gauw gaan beginnen. Weer een nieuwe review voor Yarn & Colors. Ook dit gaar heeft Yarn & Colors mij toegestuurd om deze video mee te kunnen gaan maken. Dus wederom Yarn & Colors bedankt. Deze keer een review over de Yarn & Colors Fabulous. En dit is dus het eerste mixgaren van hun wat ik heb. Over het algemeen de garens die ik tot nu toe gereviewd heb waren het altijd 100% katoengarens. En dit is dus een mixgaren en het is ook tevens een ander soort bol. De andere garens die ik gereviewd heb, die zaten op de welbekende bolletjes opgewonden, zeg maar. En dit is toch eventjes op een wat andere manier opgewikkeld. Dus dat vind ik ook wel grappig, dat ze dat gedaan hebben. Ik loop ondertussen eventjes te vechten met het label om die eruit te krijgen. Maar ik heb hem. Even kijken. De gegevens van dit garen. Dit garen bestaat uit 50% katoen en 50% acryl. Dit is dus een mixgaren. Het is een 50 grams bol en er zit 57 meter op een bolletje. En het garen is dan geschikt voor een naald 6 tot 7. Zowel brei als haaknaald. Het kan op 40 graden gewassen worden. Het mag niet in de droger, het kan niet opgestreken worden. Nou, dat klinkt logisch, want acryl houdt totaal niet van enorme hitte. Dus daarom niet in de droger, ook niet met een strijkbout bewerken of wat dan ook, want je acryl smelt weg. Dus probeer het echt niet. Acryl is een no-go met warmte. Dat kan zelfs levensgevaarlijk worden. Dus dat nog eventjes als waarschuwing voor dit garen. Dit garen is wederom ook in 100 verschillende kleuren te verkrijgen. Dus het is ook echt weer een hele brede keus qua kleurtjes. En ook hier geldt weer voor, ik heb kleur nummer 15, de mustard. Dus de mosterdgeel. Dus alle kleurnummers die staan dus voor één bepaalde kleur en die komt in al hun garens terug. Dus dat is echt ideaal voor als je het garen eventueel wilt gaan combineren met een ander garen van Yarn & Colors. Nou, het garen is dus een mixgaren. Het is dus ook een wat dikker garen is het. Zoals je kan zien. Het is een mooie dikke draad, een mooie dikke stevige draad ook. Het is een mat garen en het voelt lekker zacht aan. Dit garen is naar mijn idee uitermate geschikt ook om knuffeltjes mee te haken bijvoorbeeld, amigurumi, kledingstukken, dekens, baby dingetjes. Ja, kan er echt alle kanten mee op. Het heeft gewoon het zachte gevoel van de acryl en de stevigheid van de katoen. Dus je kan echt werkelijk waar alle kanten op met dit garen. Nou, en het is daarbij nog eens verkrijgbaar in 100 verschillende kleuren ook. Dus echt, je kan je heerlijk uitleven met dit garen. Dan ga ik even kijken of ik het begin een beetje kan vinden. Dat heb ik hier, want dan ga ik uiteraard eventjes een stukje test haken met dit garen. En bij dit garen ga ik ook eventjes eigenwijs doen. Normaal gesproken ga ik natuurlijk altijd de
haaknaalden pakken die erbij aangegeven zijn. Dus in dit geval een naald 6 of 7. Maar ik ga dus eventjes eigenwijs zijn. Dat is twee keer. Ik ga met kleinere haaknaalden haken. Ik ga beginnen met een naald 5. Dan 5,5. En tot slot nog met een naald 6. Dus dan ga ik even kijken hoe het garen zich gaat houden. Dan begin ik uiteraard met een naald 5. Nou, als ik dus zo mijn draad bij de naald doe, zie ik dus dat ik gewoon even goed nog wat ruimte overhoud hier. Dus een naald 5 moet in mijn ogen wat dat betreft wel gaan kunnen. We gaan het beleven. Het is krapjes. Het kan, maar het is krap, maat 5. Het garen dat gaat gewoon verder wel lekker glad over de naald heen. Het is niet stug, het voelt gewoon lekker aan. En ik loop natuurlijk wel het risico, doordat ik nu met een kleinere haaknaald haak, dat het garen kan gaan splijten. Maar eigenlijk heb ik daar geen last van. Het kost me ook niet veel moeite om te haken met een naald 5 met dit garen. Dus ik denk dat je met een naald, of tenminste dat ik met een naald 5 dit garen gewoon ook echt wel prima zou kunnen gebruiken als ik bijvoorbeeld een knuffel ermee zou gaan haken. Knuffels die we hier over het algemeen toch altijd wel wat strakker haken. Vanwege de vulling die je erin stopt. Als je dat te los haakt, dan komt alle vulling mee naar buiten. En dat wil je natuurlijk niet, want dat is ook niet echt heel fijn mocht je dat gaan gebruiken bij een kind. Dan wil je natuurlijk niet dat het kind op een gegeven moment de vulling overal tussenuit kan gaan plukken. Dus ik denk dat voor knuffels, amigurumi dus, een naald 5 van mij geschikt zou zijn. Het is wel soepel, maar om nou te zeggen het is echt heel erg soepel, nee. Het is wel wat stijver, maar ja, dat is niet zo vreemd ook natuurlijk. Maar dit is verder eigenlijk niet storend. Het voelt niet mega stug aan, het voelt wel gewoon zoals op het bolletje zacht aan. Het verliest dus niet zijn zachtheid. Ja, en de steken houden zich ook gewoon wel echt mooi prima met een naald 5. Dus een naald 5 zou in mijn geval dus prima kunnen. De naald 5,5. Dat gaat uiteraard wat soepeler vallen. Nou, je ziet het ook, de draad heeft nu ook veel meer ruimte in de naald. Jullie horen trouwens op de achtergrond de katten. Dus mocht je afvragen wat zijn het voor geluidjes. Dat zijn de katten die eventjes de krabbal onder handen nemen. Nou, met een naald 5,5 gaat het gewoon ook echt prima. Het gaat eigenlijk een stukje soepeler. Maar ja, dat lijkt me logisch. Want de naald is natuurlijk groter. Dus ja, voor mij een naald 5,5 is ook gewoon prima geschikt om met dit garen te werken. Ik zal eens even kijken hoe de boel valt ook. Nou, ik hoef natuurlijk niet al die steken te gaan haken. Kijk, er zit al meer rek in. Het valt gewoon mooi soepel. Dus ik denk dat ik met een naald 5,5... prima zoiets als bijvoorbeeld een lappendeken hiermee kan gaan haken. Of bijvoorbeeld een strependeken, dat zou ook prima kunnen. Kledingstukken zou ik eigenlijk ook wel met een naald 5,5 kunnen gaan gebruiken. Want er zit wel
rek in. Maar evengoed blijven de steken wel compact bij elkaar. Dus ja, 5,5 is voor mij ook uitermate geschikt. Dan ga ik nog eventjes een stukje met naald 6 haken. Dat is dus de kleinste naald die aangegeven staat op het label. Nou, in mijn geval is dat dus nu de grootste naald waar ik mee haak. En een naald 6, dat haakt gewoon prima. Dat gaat gewoon lekker. Zoals je ziet, het tempo waar ik nu mee haak ligt ook wat hoger. Doordat het makkelijker insteekt. Makkelijker draad ophaalt, makkelijker de steken maakt. Dus ja, dat gaat gewoon prima. Kijk, en het heeft nu helemaal veel rek natuurlijk. Maar het ziet er even goed nog heel mooi uit. Ik zou dus een naald 6 gaan gebruiken bij relief steken. Omdat het natuurlijk wat vaker trekt, wat meer ruimte nodig hebt, dan zou ik dus daarvoor kiezen voor een naald 6. 6,5 zou ook zelfs nog wel kunnen. Ik denk dat het daar ook gewoon nog perfect mee blijft. Dus ja, het haakt heerlijk dit garen. Het voelt gewoon lekker aan. Het is echt de zachtheid van acryl en de stevigheid van katoen. Dus echt een hele mooie combinatie. En dus ook gewoon echt ook weer in 100 kleuren te verkrijgen. Dus het is ook gewoon echt helemaal geweldig. Voor iedere is er wel een kleur aanwezig om mee te werken. Nou, het haalt ook uiteraard perfect uit. De draad houdt zich ook gewoon mooi. Er zit eigenlijk nagenoeg geen slag in. En als ik dan ook naar de draad kijk nadat ik het uitgehaald heb. Nou, ziet er gewoon heel mooi uit nog. Zit geen pluis op. Dus de draad houdt zich gewoon heel erg mooi. Het kan tegen een stootje. Dus ja, de Yarn & Colors Fabulous is ook echt een heel mooi kwaliteitsgaren. Zoals ik al zei, 100 verschillende kleurtjes dus. Weer de kleurtjes allemaal gaan bekijken. Dit is het internetadres. Als mijn camera scherp wil stellen. Kijk, yarn&colors.com. Uiteraard zet ik de link naar de website van Yarn & Colors onder. Hieronder in de beschrijving van deze video. Dan kun je nog eventjes rustig op je gemakje alle gegevens van dit garen nalezen. Ook kun je eventjes rustig op je gemakje alle kleurtjes na gaan kijken. Want het zijn er 100, dus daar wil je waarschijnlijk wel eventjes de tijd voor nemen om ze allemaal eventjes lekker te kunnen gaan bekijken. Dit garen is verkrijgbaar van ongeveer 3 euro per bol. En dat vind ik zelf ook echt wel een mooie prijs. Ik zat zelf te denken aan richting de 3,50 à 4 euro. Dus 3 euro is wel echt een hele mooie schappelijke prijs voor een mixgaren als dit. Normaal gesproken zijn ze toch altijd wel wat prijziger. Dus ik vind 3 euro wel echt een hele mooie prijs voor dit garen. Mocht je dit garen willen kopen, dan verwijs ik je ook uiteraard eventjes door naar de site van Yarn & Colors. Nogmaals, onder in de beschrijving van de video staat de link naar de website van Yarn & Colors. En op die website kun je dan ook alle verkooppunten eventjes gaan bekijken. Zo kun je dus zien of er een fysieke winkel bij jou in de buurt is die het verkoopt. Of eventueel anders een webshop. Er zijn inmiddels aardig wat winkels die het verkopen. Dus neem daar ook gewoon eventjes een kijkje voor als je geïnteresseerd bent om dit garen te gaan aanschaffen. Ik ben dus weer heel erg blij met dit garen. Dus Yarn & Colors, nogmaals enorm bedankt voor het toesturen van dit garen. Waardoor deze video dus ook mede mogelijk gemaakt is. Ik vind het dus echt een heerlijk garen. Ik ga er ook zeker weten wat mee doen. Geen idee nog wat, maar er gaat echt wel wat mee gemaakt worden.
Dus ja, wederom een positieve review. De garens die ik tot nu toe allemaal heb ontvangen van Jarno Callas, die bevallen me echt uitstekend. Het is echt ja, een heerlijk merk qua garens. Ik ben er echt meer dan positief over. Dus ik vind het erg leuk ook om op deze manier kennis te maken dus met een voor mij nieuw merk. En wat ik gewoon heel erg leuk vind en ook heel erg fijn vind, is dus dat je een keuze hebt uit 100 kleuren. En dat die kleuren dus ook gewoon in al hun garens voorkomt. Waardoor je dus ook gewoon perfecte garens met elkaar kunt gaan combineren zonder dat je loopt te klieren met het uitzoeken van kleuren. Je kunt gewoon op hetzelfde kleurnummer de garens gaan uitzoeken, want de kleurnummers komen dus in elk garen terug. Ik heb dus voor al mijn reviews tot nu toe de kleur 015 gekregen, de mustard. En ja, dat vind ik gewoon echt een enorm pluspunt. En dit is ook gewoon echt een heerlijk garen in het assortiment van Yarn & Colors. Dus ja, ik laat het hier verder bij. Ik denk dat ik alles gemeld heb. Voor meer informatie verwijs ik je dus naar de beschrijving hieronder de video. Daar kun je nog alles eventjes rustig op je gemakje na gaan kijken op de site van Yarn & Colors. En mocht je het willen gaan kopen, dan kun je daar ook alle verkooppunten dus gaan terugvinden. Dus ja, dat was deze review van de Yarn & Colors Fabulous. Dat was dan mijn review van de Yarn & Colors Fabulous. Een heerlijk draadje dus. Dus ik ben wel fan van dit garen. Mocht jij nou meer informatie willen weten over dit garen, heb ik hem natuurlijk al gemeld. Maar mocht je meer informatie willen weten, onder in de beschrijving van deze video plaats ik de link naar de website van Yarn & Colors. Dan kun je rustig op je gemak nog eventjes de informatie van het garen teruglezen. Alle kleurtjes bekijken, de prijs kun je erop terugvinden. En mocht je het willen kopen, kan het via de site. Of je kijkt eventjes naar de stenen winkels, die dus ook op de site staan aangegeven. Zodat je kan gaan kijken of er een winkel bij jou in de buurt is. Dus, alle informatie terug te vinden hieronder in de beschrijving van deze video. Ik hoop dus dat jullie het een leuke video vonden om naar te kijken. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om hem op te nemen. En ja, wat ik ook heel erg leuk zou vinden is dat je je gaat abonneren op mijn kanaal. Doe dat door een klik te geven op de rode abonneerknop. Kost je verder helemaal niks. Ik zou het heel erg leuk vinden als je dat gaat doen. En druk dan ook eventjes op het belletje naast die rode abonneerknop. Want dan krijg je automatische melding als ik een nieuwe video plaats op mijn kanaal. Voor nu dus, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zou ik zeggen, tot kijken in een van mijn andere video's. Doeg!